Dit is het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant. Kambu boekte bij VVV Venlo een verdienen en welkomen zegen. Waarom lukte het nu wel? En is de rust in Leeuwarden nu weer teruggekeerd? We gaan het over hebben tijdens een nieuwe aflevering van het Kamp. Fijn dat je weer luistert. En tegenover mij zitten ze René van der Weij en Reon Boerenga. Welkom heren. René, laten we bij jou beginnen. Allereerst. Uh, ja, op een paar momenten in de tweede helft na nou was er vrij weinig op deze overwinning af te dingen. Ja, eindelijk. Ja, het wel eens fijn, tijd. Uh, hè? Fijn om... Uh, over uh, kwam te praten in het positieve gedeelte. Ja, maar jij probeert er uh, altijd een positieve draai aan te geven, toch? Ja, nou goed. Zo, zo moet het ook zijn, toch? En uh, alleen ik ben gewoon blij voor iedereen, uh, voor de club, uh, maar ook voor de spelersgroep uh, en staf dat ze gewonnen hebben. En uh, dit is wat je nodig hebt. Ja. Zullen we de wedstrijd eens een, een beetje gaan ontleden? Uh, want ja, waar ging het goed? Waarom ging het nu wel goed? Laat we het zo zeggen. Nou ja, je ziet in ieder geval een paar. Paar dingen in de wedstrijd waarvan ik denk: oké, okay, weet je, daar, daar ben je naar op zoek. Uh, denk ik als groep zijnde. Uh, en dat is onder andere, nou ja, goed, je moet altijd kijken, je hebt met tegenstander te maken. Uh, VVV zet op een andere manier druk. Zet eigenlijk met de spits alleen druk. Nou, goed, in Cambuur is daarin denk ik uh, gewoon uh, te goed om de opbouw gewoon prima voor elkaar te hebben. En, en VVV kwam daar eigenlijk totaal niet aan te pas. En, en daarnaast zie je uh, Paulus. Ja, die heeft snelheid, die heeft diepte en die krijgt de ballen ook nu van Nieling in de diepte. En terwijl die wat ik van tevoren al een paar keer heb aangegeven, hij vraagt ze eigenlijk altijd in de voeten en dan een actie maken. Maar hij moet dat afwisselen. En nu, omdat er een paar ballen ook in de diepte komen, dan gaat de tegenstander die gaat daarop rekenen. En die, dan krijg je automatisch meer ruimte om ook dan weer die afwisseling te zoeken, om ballen in je voeten te krijgen, om die actie te maken. Nou ja, je hebt met ballen een ander type spits. Ja, dat was toch een beetje ook noodgedwongen. Maar je ziet, als daar wat ruimte achter ligt, dan is hij daar gevaarlijk in, want hij kan wel lopen. Dus je trekt automatisch het elftal van VVV wat meer uit elkaar. Waardoor er ook ruimtes komen voor de, voor de middenvelders. En, uh, ik was blij dat, uh, dat Diemers wat hoger op het veld ging spelen. Ja, vaak is hij toch geneigd om de bal wat meer te komen halen. En, en ook dat kan hij heel goed. Ja, de spreiding in het spel. Maar dat was nu totaal niet nodig. En als je wat hoger op het veld komt... Ja, dan kan je ook wat meer met de spitsen doen... Heb je de opbouw beter voor elkaar? Want het druk zetten. Uh, dat krijgt VVV niet voor elkaar. Want die afstanden worden te groot. Nou, en ik denk dat ze het gewoon totaal gewoon goed voor elkaar hadden. En dat bleek ook wel de eerste helft. Uh, aan het aantal kansen. wat ze bij elkaar gevoetbald hebben. Ja, was aardig wat, hè? Ja, maar ook gewoon voetballende kansen. En dat is ook wel wat je wil zien. Hè? Als je alleen maar standaard situaties krijgt. Of, of, of uit het niks. ballen erachter en uit de kluts. Nee, maar er staat ook gewoon prima voetballende acties bij. En uh, nou ja, daar denk ik dat iedereen heel blij mee kan zijn. Er waren veel positiewisselingen, veel overlappingen. Daarmee reten ze de, 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 de verdediging van de tegenstander een beetje uiteen. Hè? Dat, ja. viel, dat viel voornamelijk op. Nou ja, goed. De achterhoede was natuurlijk nu weer anders. Uh, ook. Uh, Waarschijnlijk door de, de blessure van Cassas. Hè? Die was niet helemaal fit, meen uh -huh. ik. Nou ja, dan heb je Nieling en, en van Mullen, En ik vind dat die twee het hart, hartstikke goed hebben gedaan. Ze waren stabiel, ze waren rustig. Uh, Nieling met zijn spreiding in de pasing. Hè? Vooral ook de ballen daarachter. Van Mullum af en toe indribbelen. Nou ja, dan moet een buitenspeler kiezen. En dan krijg je een 2 tegen 1 situatie. Of je trekt de middenvelder erbij. In die zin was het of Keith de belt of de Lille. Dan krijg je een 3 tegen 2 verhaal. Nou, en daarin hadden ze dat gewoon heel goed voor elkaar. Veldbezetting stond gewoon een stuk beter. Ja, en dan is het ook wel, wel, wel lekker de voetballen met elkaar. Ja, bewuste keuze volgens mij om van Mullum en Nieling te laten staan dit keer. Of althans dit duo te laten starten. Henk zei het van tevoren. Ik wil, ik wil het gooien op ervaring. Ik wil het gooien op de Nederlandse taal ook, want dat zou de communicatie in het veld bevorderen. Snap jij dat? Ja, nee, zeker snap je dat. Uh, alleen goed, Cassas is wel in die zin een type die heeft wel laten zien dat hij kan voetballen. He, en, en of het nu een, een voetballende keuze is of, of vanwege dat hij niet fit was, He, daar dat ben ik even tussenin. Nou, ik, 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 maar het was meer de ervaring ja. met Kief de Beel, De Leeuw en Diemus. Je ja. He, die hebt wel een middenveld met uh, nou ja, bijna duizend wedstrijden volgens mij. Zeker. Ja. He, dus die weet wat er gevraagd wordt. En, uh, maar al met al, het heeft ook met de tegenstander te maken. Die kwamen er vanaf het begin aan niet aan te pas. Drukmomenten niet goed voor elkaar. Nou, en daar hebben ze gewoon heel goed van geprofiteerd. En, met name uh, de Pauls die toch wel aardig gevaarlijk was. Ja, dan, dan is dat wel lekker voor een elftal. Maar goede acties, zei uh, Ja, maar hier zie je wat hij kan. Hij is snel, uh, hij is behendig. <laughs> ja, nou goed. Uh, die tegenstander die had het uh, ontzettend lastig met hem. En uh, hij heeft nu wel laten zien wat hij eventueel in zijn mars heeft. Nog even terug naar dat centrale duo van Mullem-Nieling. Um, snap je dat, je dat hij deze keuze maakte in de zin van. We hebben het vorige keer over gehad. Uh, wij hadden ervoor gekozen om van Mullem te laten staan. Volgens mij, jij ook, Reon, het vorige keer over gehad. Ja, was dit dan het ideale duo? Ik ben, ik ben op de training geweest, ook de dag voor het persmoment. Toen stond Kassas er ook al naast. Toen was hij nog niet geblesseerd. Die dag na raakte hij geblesseerd. Dus dit was zeg maar de keuze die de trainer wilde maken deze wedstrijd. Nou, dan is dat ook duidelijk. En dan moet je het nu ook laten staan. Ja. Als je zo'n overwinning boekt, je komt eigenlijk niet in gevaar. Ik vind de keeper ook. Uh, moet je absoluut uitlichten, pakt een paar goede ballen. En zeker op het einde. Maar het, het voetballende gedeelte staat goed voor elkaar. En, en, en ja, we hebben nu al vaak. We hebben Pol, erin, eruit, Mercer, links, rechts. Het middenveld een paar keer. Uh, de staf is ook zoekende naar een stukje vastigheid. En, en in die zin dat ze ook niveau laten zien in wedstrijden en het kan nu een zeven zijn, maar het kan zo weer een volgende week tegen Vondam over twee weken kan het weer een vijf zijn. Precies. En daar schrippelt de staf denk ik ook heel erg in. Van ja, weet je, wij willen graag dat iedereen speel dan iedere week maar een zes. Dan weten we in ieder geval dat je op, op je kunnen vertrouwen, op je kunnen bouwen, maar ook door kunnen bouwen. En ja, ze moeten ergens gaan beginnen. En, en dit is weer zo'n aanknopingspunt van nou, oké, okay, misschien kan dit het wel zijn. Ja. Ik vond uh, wat uh, wat henk die jong voor die wedstrijd zei, vond ik nog opvallend ook waar hij op terugkomt met die Nederlandse jongens uh, in de as. Ja. Hij gaf ook iets aan van ja. We zijn in de zomer dan iets gestart uh, met z'n allen. En, uh, maar ik grijp dan nu even terug op, uh, op ervaring. Uh, nou, ik, vond zelf ook, ik vond het wel opvallende uitspraken. En dan vraag ik me af: van, ja, hoe hebben we bijvoorbeeld nou, Ik denk niet dat een Tony Roll kan laten zeggen. Een vloeiend Nederlands uh, verstaat of een, mm -hmm. of een kassas. Mm -hmm. Alleen ik denk in helemaal in combinatie met het resultaat. dat dat soort jongens nu wel uh, ja, in een positie zitten. van. Oké, okay, uh, kennelijk nu tweede plan. Ik weet niet hoe jij dat beluisterd hebt, uh, Jonathan. Maar. Nou, dat ging er een beetje meer over. Het was eigenlijk een bericht naar de, naar de directie. Hè? Ja, hij, ja, ja. hij voelde dus dat zijn positie onder druk stond. En dat deze wedstrijd, mocht hij die verliezen, zeg maar, dat dat wel eens verkeerde gevolgen zou kunnen hebben voor zijn positie en zijn toekomst bij Cambuur als hoofdtrainer. En hij zei van ja, in de zomer hebben we met z'n allen dus een afspraak gemaakt om het op de jeugd te gooien. Dus, uh, nou ja, jonge spelers in de basis ontwikkelen. Uh, dat heeft hij ook gedaan in de eerste wedstrijden. Um, en nu vond hij tijd om voor zijn eigen agie te kiezen. Hij zegt van ja, ik kies gewoon nu voor ervaring. Uh, en ik kies voor de Nederlandse taal. En ik snap wat jij bedoelt inderdaad. Want die jongens die dan zijn gehaald afgelopen zomer. Die ook jong zijn, hè, maar dan nu de buitenlandse taal uh, uh, machtig zijn. Ja, die denken nu vast. Ja, oeps. Uh, hoe gaat dit voor mij aflopen? Ja. Ja, nou ja, uh, klopt. En, uh, ja. en ik vind het ook wel opvallend, want eigenlijk uh, je komt er ook aan afluisteren dat Henk Dion zegt van ja, ik heb de afgelopen weken niet mijn beste elf opgesteld. En dat vind ik een hele vreemde boodschap, richting zowel de spelers die toen gespeeld hebben, als de spelers die er nu in één keer in staan. En ik vond dat een uh, ja. ja, ik kunt het op zoveel verschillende manieren interpreteren, dat ik me echt afvraag van ja, uh, waarom? Nou ja, je kunt het in ieder in, geval interpreteren, in, denk ik, in de zin van, uh, bepaalde spelers zijn geblesseerd. Dan heb je denk ik over Afolabi en Alhaft. Hij ziet dat Eenmaal fit, denk ik, als een van de beste spelers en zou hij ze in de basis zetten, dus die kan hij niet inzetten. In ieder geval, niet volledig dus in die zin heeft hij nog niet met zijn beste elf gespeeld. Dus, het, het is van Afolabi trouwens toch wel echt: uh, ja, je voelt het een beetje aankomen als iemand op 2 september aangetrokken wordt uit de, de budgetbak van een Belgische middenmotor. Een jaar amper gespeeld. Die wordt gehaald als opvolger van een basisspeler, Milan Smit. Maar dan ben je toch bang. Dan zie je hoe die, nou ja, laten we zeggen, oogt. Dan zie je hoe die de eerste wedstrijden invalt, speelt. Dan denk ik, ja, niet fit. Uh, nou ja, Henk Jong zegt ook terecht. Nou, hij kan ook nog niet alles spelen. En dan toch na een paar wedstrijden wel, wedstrijden wel geblesseerd uitvallen. Ik vind dat wel... Uh... Kijk, en Remco Balk doet het dan verdienstelijk, hè? Zeker, Maar, ja. ik, vind, maar ik vind dat dan toch wel, wel echt wel problematisch. En dat zegt ook wel wat voor mij over... Hoe dat soort dingen dan gegaan zijn bij Cambuur. Deze zomer op het allerlaatste moment dat Afolabi dan ingevlogen moet worden. Nou, vorige winter had je uh, een Vito Womgoor die dan werd ingevlogen. Die volgens mij drie wedstrijden heeft gespe ge ge gespeeld en geblesseerd raakte. De ja. winter daarvoor had je mannen als Mahie en Rienstra. En, uh, ja, er zijn telkens andere technisch eindverantwoordelijken uh, bij geweest. Foukeboy is er geweest, uh, Etienne Rijn is er geweest, nu Lars Lamboy. Alleen ja, dat zegt dan waarschijnlijk niet iets over hen, maar onder, over de onderliggende structuur. Want hoe kan het nou dat je dan weer een spits hebt gehaald die dan na drie weken al in de lappenmand zit? Ik, ik, ja, ik, ik kan er echt niet bij dat dat niet beter voorbereid en beter uh, eerder aangevlogen wordt. Waardoor je nu met Remco Balk in de spits komt te zitten nou ja, uh, en eigenlijk niks achter de hand meer hebt. Ja, nou, dat, dat is ook zo inderdaad. Ja, ja. Hij ziet de ook en dan eventueel nog als een uh, spits, ja. maar goed, dat is het eigenlijk natuurlijk niet. Hè. Nee. Maar dat is frappant. Uh, kijk, de, de, de zaak Afolabi was natuurlijk frappant op zichzelf al. Want die jongen kwam hier naartoe inderdaad, last minute. Stond kennelijk al wel langer op het lijstje sinds al dat jaar. Ja, hij, maar goeie, dat zeggen ze altijd. Dat, precies, dat ja. zeggen ze altijd. Ja. Dus, maar goed, laten we het aannemen voor, 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 waar, voor waarheid. Um, hij heeft uh, een beetje verzwegen hoe, hoe de staat van zijn Achillespeze eraan toe was. Ja, maar uh, dat doe je toch ook onderzoek naar als club? Nou ja, dat lijkt mij dus ook. Uh, maar in eerste instantie uh, was het dossier ook, uh, ook zoek, zeg maar, uh, bij Kortrijk. Uh, zijn, zijn gegevens. Die is uiteindelijk, die gegevens zijn uiteindelijk wel opgestuurd. Maar dat was pas na de oefenwedstrijd, bijvoorbeeld tegen FC Groningen, waarin hij daarom niet mocht spelen. Ja, en ze hebben hem proberen op te trainen. Um, en natuurlijk die jongen zelf zegt, want je moet ook op het gevoel van die jongen afgaan, hè? Die zegt van ja, ik kan gewoon een hele wedstrijd spelen. Nou, je, moet je, moet, je moet juist niet op het gevoel van die jongen afgaan. Dat blijkt wel inderdaad. Ja. Dat blijkt wel, want ja. ik heb ook geluiden gehoord dat hij binnenkwam als een oude man, zeg maar, ja. uh, met zijn Achillespezen. Nou, goed, oké. Okay. Maar ze hebben ervoor gekozen om hem op te stellen tegen jongen FC Utrecht. Hè? Zes minuten lang heeft hij gespeeld, basisspeler. En ze zeiden achteraf, ja, we wisten van tevoren dat dit een reactie gaat geven bij deze jongen. Maar ja, ik denk, denk niet dat ze hadden geweten dat, dat dit de reactie zou zijn geweest. Want nu is het bericht dat ze, dat ze hem de komende vier weken nee. voornamelijk aan de kant gaan houden om hem op te trainen, zeg maar. Nou, het, het, punt, het punt dat ik een beetje wil maken is, hoe kan het nou dat Cambuur nu eigenlijk voor de derde transferperiode op rij... Ja. Uh, uitkomt bij grepen in tijdnood of in, laten we zeggen, nood als in personele nood. Ja. En uitkomt bij spelers die gewoon bij aankomst al zichtbaar een trainingsachterstand hebben, conditionele achterstand hebben en ja, dan vervallen in een paar weken eruit, een paar weken erin. En dat is niet voor een speler die haalt voor de breedte. Nee, dit is echt iemand voor je aanval die je moet dragen. Ja, ja ik, vind echt, uh, ik vind dat echt wel een kwalijke zaak en dat kan een keer gebeuren, maar het is vorige winter is het gebeurd en het jaar daarvoor is het ook meerdere keer gebeurd. Je moet toch als scouting iets meer klaar hebben liggen waarmee je aan de slag kunt dan dit ja, ja nu, nu heb je gewoon eigenlijk een maand geen spits. Dat is waar het op neerkomt. Dat is waar het op neerkomt. Ja. Inderdaad, nou, gefeliciteerd. Ja, ja. Succes ermee bedoel Je, je. zit hier ja. eentje keer ja. rechts voor mij. Misschien dat die ja. nog te porren is. nee, van de wij, uh, ingemiddels gepensioneerd spits. Maar ik denk trouwens nee, dat. Maar het is, je zou maar als trainer hier uh, mee moeten werken. Ja. En, en dat is lastig. En, en je zou onder druk staan. En je in je belangrijke aanwinst qua uh, spits. Die kan je gewoon niet opstellen. Nee. Kan je gewoon je baan kosten. Maar, He? Omdat er zoveel ja. druk was. En ja, ik vind in die zin, uh, weet je, de lijstjes die moeten gewoon klaar liggen. Er moeten meerdere namen op komen. En dat een dossier weg is, nou ja, dat, dan begin ik al een beetje de, beginnen de bellen al te rinkelen. Als, maar club, als een de... club tegen jou zegt: ja, sorry, we hebben zo'n medisch dossier niet meer. Dan moet je toch bijna denken ja, van ja, dat zou ik ook zeggen als, als je dat dossier niet ja, wil opgestuurd wil hebben. Dat moet je het misschien niet doen. Maar ja. ook het MCL, uh, waar die uh, getest wordt en de medische staf, moet misschien dan nog meer en nog strenger gaan, gaan onderzoeken. Hoe deze jongen. En, en ik weet, naar Gillespees ga je in die zin niet echt testen. Maar weet je, dit kan niet. Want je bent hem bijna tot de winststop kwijt. En ja. nou, wat je zegt, Balk hè, die heeft het nu goed gedaan. Maar vorige week was het volgens mij voor iedereen was het een drama. Hè? Kon hij er eigenlijk helemaal geen reet van. Hè? En dat is dus ook wat ik zeg. Ze willen die betrouwbaarheid van spelers. Dat moet omhoog. En een Balk kan je echt wel goed gebruiken. Zeker in dit soort wedstrijden met de ruimtes erachter. Alleen ja, je wil ook graag dat hij dat doortrekt. En ja. als hij nou volgende week... Volendam, die gooit alles dicht. En die gaat achter de bal spelen. En dan heeft de op balk minder ruimtes om te lopen. Kan die de jongen dan in één keer er niks meer van? Nee, dat is niet zo. Het, is, het heeft met een wedstrijd tegenstander te maken. Alleen, wat is nu je plan B? Dat heb je als balk niet. het niet goed doet, of het niet goed kan invullen. Ja, ja, dan nou, kan je dan, aan de zijkant. Dan heb je ja. een, een kooistraal of een rulke. Ja. Maar dat zijn geen spitsen. En daar bedoel ik mee. Als trainer ook, je wil graag met je beste spelers werken. Maar als je deze jongen niet. je kan hem niet eens op training gaan gebruiken. Nou, dan ben je wel mooi gelogeerd. Ja. Want dan. Je, Tel maar op, je kan er niks mee anders doen. Dat klopt. Tegelijkertijd, en, en om niemand te verdedigen, maar uh, het is natuurlijk ook inherent aan een club als, als een kambuur of een FCM, zeg maar. Je komt al gauw. Je kan. Uh, <coughs> Excuus. Je kan niet forsorteren op een. Op een vertrek van Milan Smit, je kan er niet alvast op inkopen, zeg maar. Nee, dat kan niet, maar je kunt wel alleen, voorbereiden. Precies, alleen ik ja. snap ook wel dat uh, als je lijstjes hebt klaar. Uh, klaar er zijn dus vissen meerdere clubs in dezelfde vijven. En uh, als je een lijstje hebt klaar liggen, dan. ja, die spelers kiezen op een gegeven moment ook eieren voor hun geld. Hè? Ja, maar dit is ja. van mijn kant geen puur kritiek, bijvoorbeeld op, op Lars Lamboy, want Etienne Rijnen had het daarvoor deed dezelfde dingen, Foucault Boy deed dezelfde dingen. Dus ja. op de een of andere manier is er iets in die structuur van de club waardoor er. Iets ontstaat dat je niet goed voorbereid bent. Want het kan een keer gebeuren dat je laten zeggen: de spits 1, 2, en 3 op je lijstje weggekocht worden of niet meer willen of wat dan ook. Maar het is natuurlijk een aantal transferperiodes achter elkaar. Dat de club nu uitkomt bij nou ja, opties. Waarvan je gewoon op het moment dat ze eigenlijk de drempel van de stadion uh, over zijn. had je toen in de, in de winter van 2022, 2023... met Mahi en Rens Rinster ook, dat je denkt, jongens. Maar moet je eens kijken wat dat allemaal heeft gekost. Ja, precies. En we wel waren ook niet spelers. de goedkoopste spelers? Hè? Daarom. En dan moet je wel leveren. Ja. En, en we zitten nu al in een, in een bepaalde fase dat het budget. Nou, we moeten er heel erg om denken. He, waar geven we het aan uit? Ja, en als je dan nu weer uh, een speler hebt die, die moet je moet gewoon wel betalen. Maar je kan er niet gebruik van maken. Ja, weet je, misschien moeten ze wel een zaak richting Kortrijk aanspannen. Van hey, luister, hoe is dit nou echt gegaan? Ja. Is dit wel eerlijk verteld? Ja. Want als ze dit wisten, dan hadden ze toch nooit met de jongen aan de slag gegaan. Nee. Dan hadden ze hem toch nooit genomen als ze wisten dat het zo erg was dat hij bij elke training of wedstrijd een reactie krijgt. Hoe ga je de jongen in godsnaam fit krijgen? Ja, nou nee, goed, dat, dat lijkt mij ook dat je dat op voorhand, als je dat op voorhand weet, dat je zeer sterke grote vaagtekens er neerzet. Alleen dat, dat zegt dus ook wat kennelijk over de andere opties die er waren, of de andere opties waar ze zich ja, ja, voor ja, hadden. Ja, had nog een paar dagen inderdaad. Ja. En ja, goed, uh, zij moeten gewoon ook met elkaar nu in gesprek van: oké, okay, dit moeten we echt nooit meer willen. Want hè, nu moet je in de winst op weer, nou ja, gaan kijken voor eventueel uh, beschikbaarheid van iemand. Nou ja. Daar zullen we het straks ook nog wel hebben, want het is niet breed voor in. Dat hebben we al een paar keer gezegd. Als een balk niet in vorm is, als een Paulus niet in vorm is, ja, wie gaat het dan doen? He, dus het is daar vrij krap. Um, maar dat je wel gaat een, iemand gaat halen die gelijk er staat en echt beschikbaar is. En ja, misschien moet je wel kijken naar de leeftijd. En dat je niet altijd maar meer voor ervaring gaat en jongens die het al hebben laten zien, maar jongens die graag willen. En je kunt misschien beter het budget voor je achttiende, negentiende man in de selectie gaan re reserveren voor een goede twee goede drie jonge goede nieuwe nieuwe video scouts die de broers even lekker in kaart gaan brengen en eens een keer lijstjes neerzetten waar je echt wat mee kunt op het moment dat er, nou laten zeggen. In januari getrokken wordt aan een, nou ja, vul dat maar in. Uh, misschien dat Kasteli een keer weer een rentree maakt na dit seizoen. En dat er iemand aan je rechtsback gaat trekken. Nou, wie wordt dan je volgende rechtsback? Heb je die lijstjes klaar? Ja. ja. Kun je beter doen dan een uh, zesde middenvelder. Nee, nou, ja, maar als het, normaal gesproken, als het, wat logisch is, is dat als een club, die, dit is de elf die spelen, dan zet je een schaduwelftal. Van hé, hey, die zijn interessant, die gaan we volgen. En waarin we ook gewoon bijvoorbeeld gelijk contact in kunnen leggen. Dat je niet nog een keer in maart, april moet gaan kijken. Nee, dat moet je in januari allemaal in kaart hebben. Van hé, hey, luister, dit kan er misschien met hem gebeuren. Wij willen jou hebben. Die wordt misschien verkocht. Huppakee. Misschien willen we wel iemand hebben voor extra concurrentie. Dat je dan al bezig bent. En dat je, en daarnaast misschien nog wel. 20, 30 spelers op een lijst heb staan. Dat je zegt: hé, hey, die waren interessant. Misschien kunnen we hem nog even laten liggen. Misschien moeten we hem nog even laten rijpen. Kijk in die tweede divisie. Moest je kijken wat daar voor spelers rondlopen. Ja. Ja, die, krijgen, die hoeven niet zoveel geld als de jongens die je van ver weg moeten halen. Je zag het al bij FCM: Daar speelt Pascal Mulder. Dat is dan in dit, dit geval een ja. verdediger. Maar goed, de, maar moest het, kijken, het verschil wat dat tussen niveau is niet zo, niet zo groot. Hè? Ja, maar die jongen die is topfit. Ja. Die past in het structuur van de club. Woont in de buurt. Ja, en wil ontzettend graag zich laten zien op dat niveau. Nou ja, dan heb je vier dingen. Als het nou een keer misgaat. Volgens mij is het niet zo heel erg toch? Nee. Kost je ook niet veel? Nou, een stuk minder, denk ik. Nou. Precies. Ja. Ik weet niet wat ze verdienen op dat niveau, maar goed, het zal een stuk minder zijn in ieder geval. Hey, uh, om hier nog wel even op verder in te gaan. Uh, Johnny, uh, die vraagt: uh, zou René een transfervrije spits halen? Ik zou er absoluut naar gaan kijken, ja. Want ik, ik, ja, weet je, nu ook, hij moet vier weken rust hebben. En ik heb wel gezien dat die heeft veel kwaliteiten, maar als je hem niet van gebruik kan maken, er moet gepresteerd worden, we willen hem hoog. Ja, wie moet dat dan zometeen gaan doen? Ik weet niet of Balk een heel seizoen daar een, een, een 7 gaat spelen. Hè? Die, is, die voelt zich ook vrijer aan de zijkant. Henk vindt hem trouwens uh, het beste in de spitspositie, zei hij. Ja, maar goed, oké. Okay. daar heeft hij bijna nog niet gespeeld. Dus nee. dat, dat moet dan zich ook nog eens maar even gaan uitwijzen. Ja. Hè? En, en ja, dat is, het is gewoon niet breed genoeg. Dus ik zou er absoluut voor gaan kijken. Uh, mits Afolabi, uh, nou ja, dit, dit, deze structuur vasthoudt, want het is gewoon te weinig wat we hem zien. Ja. En het lastig is, maar dan kom je weer in een situatie. Een transfervrije spits, waarschijnlijk ook al weken niet getraind. Uh, ja, je begint dat ja, hele riedeltje ja. Afolabi weer van vooraf aan af te lopen. Ja, wij zijn ook met Gene muiden bezig geweest voor een, voor een nieuwe spits. Want ja, het is bij ons ook heel krap. En dan, nou ja, al die, ik heb alle lijstjes voorbij zien komen. Van uh, Paul Gladon tot uh, Maarten Pauls. Ik, tot... ik heb hier nu een lijstje voor me met transfervrije Nederlandse spitsen. Paul Gladon, Luc ja. Castaños, uh, Sam Hendricks. Oh. Sam Hendricks heb ik gebeld, maar die ja, staat naar het buitenland. Maarten Pauwels, het ja, regie van La Parra, buitenland. dat is aan de linksbuiten volgens mij. John Verhoek. Hij nou ja, ja, is oudstenaarder daarna. Ja, Delano Ladan, hij nou, is een voormalige... Ik ben geweest, bij Cameroon Engels. Je hebt zegt echt allemaal gebeld. Hè. <laughs> Jij bent, je bent wel wanhopig, of niet? Nee, ik nee. ben niet wanhopig, maar ik wil gewoon een lijstje voor elkaar <laughs> hebben. Ryan Babel. Ja, maar goed, dat is Het is spits. een beetje te duur, denk nee, ik. Maar goed, je nee, moet wel kijken uit, wat ja. je binnenhaalt. Wat, het ja. moet wel bij de club passen. Het moet geen geld uh, opstrijken zijn. En uh, ja, goed, er zijn meer mensen die daarna gaan kijken. En ja. uh, ik denk dat er nog wel wat zijn. Maar goed, dan misschien moet je al zeggen... hé, hey, we gaan jongens al meelaten trainen. Ja. Gewoon eerst een week of vier meetrainen... en kijken hoe je er dan op staat. Ja, stage lopen heet dat, hè? Ja, ja. Nou ja, dat is toch niet zo erg? Dan kan je, Jij wil, je hele, hele, in hele... Profoetbal. Jij Precies. wil terug in het profvoetbal. Jij wil laten zien... Ik zou dat helemaal niet zo erg vinden. Nee, nee, nee. Ja, nou nee, goed, dat uh, is bij Emme een, uh, een paar keer ook gebeurd de afgelopen seizoenen. Dat, dat uh, monden niet vaak uit in een... Uh, dan ben je niet in, goed genoeg. Het de heeft niet te vastleggen van iets. Maar, Alhoewel een uh, Rui Mendes liep ook eerst uh, stage. Uh, nou ja, dat is uiteindelijk wel... Uh, ja, maar bij... goed, ik denk dat Cambu dan, als ze wat willen gaan doen, dan moeten ze gewoon kijken naar een jongen een, uh, die de niet, niet speelt. Die ergens op tweede, misschien zeker derde plan zit. Als je nu al bijvoorbeeld Milan Smit ziet. Nou, ik, ik zag als, hem na de wedstrijd jij... toen hij scoorde. Ja. Maar ik zag dat gezicht van hem. Nou, dat, dat, dat stond er wel om weer natuurlijk. Ja, daar gooi ik er direct even een vraag in van uh, Jezus van Nazareth. <laughs> Is dat prachtig niet? Ja, maar, maar dit moet een goede je, vraag maar, zijn. Maar, moet, dit ja, moet uit. een goede vraag Kun je niet ook gewoon een regel invoeren? Vragen worden alleen gedaan als je onder een. Ah, oh op zijn minst alsof het je eigen naam is zeg ja, maar. ja precies <laughs> ik, ik ga hem even een DM'tje sturen ja. hoe die echt heet nou in ieder geval jezus van nazareth <laughs> hij heeft een hemelse vraag um, milan smit heeft ongeveer een kwartier gespeeld dit seizoen in de winterstop uh, huren of is dat een dom idee nou ja goed het is wat voor type je weet wat je binnen in huis haalt en hij was bij cambuur speelde hij alles en bij go ahead was hij niet vet genoeg dan denk ik ook al, maar wat moet er dan nog meer gebeuren? Want hij speelde alles. 19 minuten lang, trainde alles. Mm -hmm. nou ja, Go ahead. vindt dat het dus blijkbaar op een andere intensiteit moet. Dus nog hoger. Ja, je hebt nu die uh, Edson's in de spits. Je hebt ja. die Vin Stokkers in de spits. Ja. En die valt nu ook al elke keer in. En nu daar stonden ze voor mij 3-1 voor. Dan denk je, nou geef die jongen, geef die speeltijd. Dan kan hij wennen. Maar het is gewoon plan B. Gewoon plan, uh, derde plan. Terwijl je hem niet voor niets hebt gehaald. als zelfs Go ahead, Eagles zijn. Nee. Je wil hem verder ontwikkelen. Je wil hem speeltijd geven. Ja, geef hem dan maar dat hij inderdaad uh, nog minuten kan maken. Want, ja. Uh, nou ja. Goed. Maar ja. zou, zou, zou je dat doen als Cambuur zijn een spits die je net hebt verkocht, die weliswaar zich het afgelopen seizoen echt heeft laten zien, uh, meestal als linksbuiten oké, okay. maar zou je zo iemand terughalen op huurbasis voor een half jaar? Maar als je, Kijk, wat, wat ja, zou jij doen? Ja, waar, waarom niet? Je weet, het is gewoon een goede speler. Alleen ja. het probleem is, het kan in januari passen. En we zijn nu in oktober. Dus ja, ja. dan kan het al te laat zijn, zeg maar. Nou ja, dat duurt echt nog wel even. Ik zou eerst de opties gaan verkennen: van, is er nog iemand die je voor die tijd zou kunnen halen waar je ook wat aan hebt? En mocht je dan in januari nog steeds verlegen zitten om een spits, dan zou ik zeker een belletje wagen. Maar jij, jij noemde dat lijstje op. En dat zijn inderdaad transfervrije spelers die al redelijke tijd zonder, zonder club zitten. Maar heb je precies hetzelfde verhaal? Ja, Precies hetzelfde verhaal als iemand die is niet wedstrijdfit. Die nee. moet je weken of maanden lang Dat op is trainen. nu de situatie waarin je zit. Dat Precies. is gewoon kloten. Want ja. je kan nu niet zoveel meer. Want het, is niet, het staat er echt niet gelijk. En, en ja, er, moet, er kan nu een gaan staan. Want als jij nu een spits hebt die er echt balletjes gaat inschieten. Dan ga jij zo snel stijgen op de ranglijst. Want die kansen die hebben ze zeker. ja, ja het scoren vermogen voorop. Dat zal omhoog moeten. Zou een Nardi, zou dat een idee kunnen zijn in de spits? Voor in de spits? Ja. Nee. Nee. Ik, ik gooi hem er even in, nee. juist ja, oké. Okay. Nee, 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 nee nee wat nee, nee. ik weet nee. De kenner zegt uh, rechtshangend. Nee. nee, nee, nee. Maar goed, ik denk rechtshangend. Ik heb hem gezien. Ik vond het echt hoe hij het heeft ingevuld. Linkshangend is hij misschien. Ja, maar gewoon nee, heel he? positief. Hè? Want ik denk, is, nou, daar heeft hij niet zo heel veel te zoeken. Want het is echt een middenveld, een box-to-box -box spelen. Maar geeft een paar goede voorzetten. Komt bij de, bij de kans van Pauls dat hij voor de goal komt. Komt hij voor de goal dat hij net niet binnen kan tikken. Dan ja. ik denk ik, oké, okay, je staat voor de goal. Um, het is zijn eigen jongen. Vind ik ook wel fijn om te zien. Weet je wel? Die jongens moet je toch proberen te ontwikkelen. En het moet wel gewoon goed zijn. Hè? Maar ik vind Nat, dat heb ik al weken gezegd, ik vind hem gewoon goed. Gewoon in alles, in de basis, heeft hij van alles dat hij denkt van oké, okay, ik kan nog groeien. Ja. Maar in de spits is weer echt wel moeilijk wat anders. Je fysiek ook sterker. Fysiek, hè? Ja, nee, maar goed. Je moet je loopruimtes kennen. Je moet weten wanneer je moet een bal moet afschermen, afkaatsen. Uh, looplijnen, werken met de, nummer, met de, met de, met de twee nummer tiens. Nou, ik denk dat hij nu eerst het uh, gewoon een goede wedstrijd heeft gespeeld en laat hem ook maar eerst even staan. Ja, je was dus wel tevreden met zijn, zijn optreden daar. Wat vond je van die ingreep daar? Hem op zetten, hangend, een beetje naar binnen toe, ruimte creëren voor Marcera die er dan overheen poeft, zeg maar, op die ja, rechterkant. Ja, Dat hebben we wel eens vaker iemand gehad, hè? van de water heeft daar gespeeld. Uh... Ja, maar dit werkte wel goed. Ja, in sterk. ieder geval tegen VVV, laat ja. het zo zeggen. Nee, raar, want, het is goed. want laten we de kanttekening niet plaatsen: VVV speelde zeker in de eerste helft ook wel erg belabberd. Hè? En, het, en het is, je doet kort om daar de zegen uh, aan toe te schrijven, maar. Elke paas ging in de voeten van de tegenstander. Het oogde wel heel erg matig. En een week, winnen ze een week ervoor met 4-2 bij Volendam. Ja, maar nou, dat is de eerste dat divisie. Is, dat is de KKD. Dat is de KKD. En, en dat klopt. En ik vind gewoon, we moeten het inderdaad op van Cambuur schrijven. hebben het goed gedaan. Uh, alles viel gewoon goed uit. De eerste helft. De tweede helft hebben ze het bizar dat het een beetje omdraait. Omdat ze fysieker gaan spelen. He, dan, dan moet je eigenlijk dat nog sneller voor elkaar gaan krijgen. zodat je daar uh, sneller onder die druk uit kan gaan voetballen. Maar goed, Eerstel was goed voor elkaar. en dat is hoopvol. en dat biedt uh, richting Volendam. totaal andere tegenstander. maar wel uh, pluspunt. Mario Balotelli. ook transervrij. Oh, kijk. als je die in huis had. dan heb je <laughs> niet veel spektakel gegarandeerd, of ja. niet? Nou ja. Hey, ja maar, maar er zijn ook. clubs in de eredivisie. Ja. die hebben gewoon drie spitsen. Ja, ja is ook zo. Ja, ja. Kijk erbij rond. Je moet nu al weten wat er wat allemaal rondloopt. Ja. Wat is het? Chesney is uit zijn uh, pensioen, pensioen teruggekeerd uh, bij Barcelona onder de lat. Misschien is er ook een, een spits die uh, afgelopen zomer met pensioen is gegaan, die nog redelijk fit is, die uh, wil terugkeren bij Campbell. Re Mario, Mario Balotelli. Mario Balotelli. Ja, uh, ik, ik, zou, ik zou op zijn minst bellen. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, uh, advies aan, uh, aan Lars Lamboy Als je dit hoort, uh, ja, je kan vast het nummer achterhalen. Bel hem even, bel hem even. Zeker voor de kerstperiode een goede spits. Hij levert goede foto's af met kerstmutsjes op en zo. Staat me nog vaag bij in een Sorry. of zo. Zorg, zorgt ook voor vuurwerk. Zorgt voor vuurwerk. In de badkamer. Letterlijk en figuurlijk. Ja, heeft hij een keer zijn hele badkamer laten ontploffen, toch? Een keer ja, een dat, een beetje het klopt. Zat? ja. Nou, dat klopt. Dat klopt inderdaad, ja. ja, ja nou ja. goed, uh, belletje uitdoen naar uh, Mario Balotelli. Maar eerst gaan we nog even verder op, uh, op Narty. Want uh, LWD058 vraagt uh, of jullie, uh, of René, of jij, Réon... Snappen jullie dat uh, Narty eruit werd gehaald voor Rulke? Ah, nee. Nou goed, dat kan zo zijn dat die jongen nog niet heel veel gespeeld heeft de laatste tijd, dus ik denk dat het een stukje fysiek is. Was ook uh, een beetje rond het uur weer, hè? Ja, maar dat gebeurt vaker. En ja, dan kan ook iemand anders nog in een wedstrijd groeien. Uh, en, en misschien heeft hij wel aangegeven dat het, dat het op is, veel verdedigend werk moeten doen, toch weer omschakelen naar de aanval. Uh, je moet die jongen fit houden. Want hij is volgens mij uh, nog niet een, een tijdje echt super fit. Dus hey, ik zou daar gewoon goed rekening mee houden. Het, het is wel een pareltje. Hè? Uh, Toch? Om het zo maar te omschrijven. Okay, sorry, als je, ik zit nog steeds in balletallen hier, <laughs> Ja, ik zie het, ja. Nee, maar dat is ook een pareltje, inderdaad. Ja. ja. Nee, maar nu Narty hebben we het Nee, ja, talentvolle uh, voetballer, zeker. schijnt ja, ook wel ja, interesse ja. te zijn van andere clubs in, uh, in oh, deze dat spelen. Zeker, uh, en dat, dat snap ik ook wel. Uh, maar hij heeft wel echt wel niet zo heel veel gespeeld dit seizoen. Hè? Nee, Hij heeft ook wel eens zo gezeten, dus er, daar, daar is ook iets mee. Maar de potentie hè? is er wel. Dat is het. En dat, daar moet je proberen om dat... Als, als, als Met staf en als groep om dat eruit te halen bij al die jonge jongens. Ja. Hè? Aan de hand van die ervaren gasten. En, en zo heb je drie, vier jongens op een lijstje. dat je denkt, nou, daar kan je in de toekomst misschien wat moois mee doen. Ja, Henk, Henk zei, dit, dit is de, de elf. in principe waar we de komende tijd gewoon echt mee gaan doen. Dus dat betekent ook dat Narty op rechts blijft staan. Maar ja, dan heb ik direct alweer de kant tekenen... van ja, stel dat Afferlabio over drie weken of veertig is. dan komt hij er natuurlijk weer in. Maar nou ja, fit, is er in. volgens mij niet met de met, uh, interlanders. Dus nee, Sera is, uh, ja, die, die is inderdaad Dus Ottersen uh, gaat spelen, pad. dus dat weet ja, je. die is niet op tijd terug inderdaad voor de, voor nee. om fit te zijn voor de wedstrijd tegen Volendam. Dus dan moet je alweer een... een, een, een Kijk, je, een je volgende week heb jij een, 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 een herstelweek. Dan ga je je richten op Volendam. Woensdag spelen ze een oefenwedstrijd trouwens nog. Ja, maar dat is al meer voor de jongens als Koistra en Rulke. En de jongens die minder hebben gespeeld. Ja. En dan heb je Volendam. En dan heb je drie dagen later uh, heb je Eindhoven. Ja. Nou, ik geloof me niet dat er alle elf gaan spelen. Dat, dat, gaan, dat gaat niet lukken, want er zijn gewoon te veel jongens... die daar heel veel energie in moeten steken in de eerste wedstrijd. Hé, hey, uh, herstelperiode, uh, half oktober. Even de vraag aan jou, Jonathan. Hoe is het? Ja, dat is echt een van mijn favorieten. Hoe is het met Kashkili? Zit er al iets aan te komen? Is het nog steeds echt uh, heel ver weg? Ik train nog steeds apart. Ja, hey. uh, ik zag uh, sterker nog uh, Afolabi trainde de afgelopen weken apart. Uh, en naast hem uh, liep Schaapman. Dus die, die deden samen oefeningen. En Kashkili was er niet bij. Dat is toch wel zonde, hoor. Als je kijkt hoe hij zijn carrière carrièrebekanning begon. Ik vond hem echt een hele, hele goede rechtsback. Echt heel ja, dreigend, ja. ja. Jammer. Hij bracht ook een beetje pit. Ja. Nou ja, dat, dat is ook waar, waarom... Hè, we hebben dat ook vaker in deze podcast besproken. Dat is wel een rechtsback, zeg maar, die die pit brengt. Die die, die, die rush over die rechterkant heeft. Die misschien het elftal ook een beetje extra... die vechtersmentaliteit ja. kan bijbrengen. Wij hadden toen in mijn tijd... kregen wij de beschikking over Rudy Jansen. Ken je die nog? Mm -hmm, heerlijk les Utrecht, alles erop en eraan. Ik denk, nou, wat dit is, hoe die ja. binnenkwam. Ja. Haartjes achterover. Ik denk, dat is een gladjakkeré. Ja. <laughs> Heb jij het niet zegt, zo op, hè? Nou ja, wel. Maar goed, ik, dat is altijd wel even wennen. En uh, nou, de sokjes uh, naar beneden, kleine schermenschermetjes. Wat nu iedereen heeft, dat had hij toen al. Ik denk, nou, ik weet niet. Ja. Maar die eerste trainer gingen twee over de hek heen. Ik denk, nou, dit is een echte. <laughs> en elke wedstrijd, daar ging hij. Als hij die bal niet kreeg, werd hij helemaal gek. <laughs> nou, dan wist je op een gegeven moment, nou, daar ging die weer. En dan stomde hij weer op en dan kwam hij weer terug. En als hij hem niet haalde, dan hij zei ik doe gewoon Neem ik gewoon alles wel mee. Ja. Maar dat komt er in ieder geval niet tegenaan. Van. Het was magnifiek om mee te spelen. En zo'n type is het eigenlijk hetzelfde. Ja. Het publiek kan daarachter gaan staan. Het publiek vindt dat mooi. En je krijgt ook iets in de elftal van... Weet je, als je over een punt heen moet... dan heb je zo niemand nodig. Nou, het is niet van iets dat ook supporters daar vaak naar vragen. Hè? Hoe is het met Cacilli? We willen hem eigenlijk wel uh, toch zien in de basis. Het en Je hoort er natuurlijk weinig over. En dat snap ik ook wel. Dat is natuurlijk een medisch alles op en eraan. Maar het zou mm. wel eens mooi zijn dat... Dat, dat we te horen krijgen hoe ver die nou is. En is het winterstop? Of is het. Uh, ja, ik denk dat het wel richting winterstop gaat. Nou, dat is ook prima, dan weten we dat. Nou ja, uh, Daar gaat het zeker uh, naartoe. En dat. Ik denk dat het ook voor Schaapman geldt. Uh, terwijl hij nu alweer uh, langzaam op het veld zijn stapje zet. Maar goed, dat heeft Kashili uh, uh, ook al eerder gedaan. Maar uh, kennelijk uh, op dit moment even niet meer. Hé, hey, zullen we het nog even hebben over de wedstrijd? Uh, en dan misschien even. Nou, ik heb ik een belofte dat we het er toch over gaan hebben. Mark Diemers, een uh, uh, gemiste penalty. Je hebt dat Mark beloofd? Ja, zeker. Ja, oh. ja, ja. Hij wilde het liever niet natuurlijk, maar we gaan nee. het gewoon doen. We gaan ja. het gewoon doen. Ik zou als ik hem was, want tegen Vondam krijgen we weer een penalty. Dat voel ik. Dat moet, voel jij? Ja, 100%. Zijn glazen bol staat ervoor. Ja, ja maakt niet uit. Maar let maar op. Maar, maar dan moet hij hem gewoon weer nemen. Weet je, je moet daar overheen. En, weet je, en natuurlijk is het, ja, ja twee keer gemist veel te veel. Ja, weet je Dat is ook zo. Maar met zijn trap... Weet je, het is, gewoon, het is ook een beetje pech. Want iedereen zegt, slecht ingeschoten. Nee, helemaal niet. Ze dus keep de andere hoek induikt. Maar dat is altijd 50-50. En, en achteraf, je hebt al van tevoren iets in je hoofd. Die keuze die heb je gemaakt. En als je dan begint te twijfelen, dan gaat het mis. He? En, en hij heeft zo'n bizar goede trap. Hij kan hem toch ook gewoon prima strepen in het midden. He? Half hoog in het dakie, zit hij erin. Zeker. En, ja. en hij moet er overheen. Want als je ze nu 10 op tien neemt op de training, gaan ze schieten ze ze alle tien binnen. Dat ja. is gewoon zo. Alleen ja, het heeft misschien een stukje druk te maken. En uh, weet je, hij moet het gewoon opnieuw doen. En, en als je drie keer hebt gemist, dan is het misschien wel heel veel. Maar hij moet er even overheen. En ik zie ook niet in, nu even. Hier, maar bij drie dan is het mooi Waar, waar is de, is de, de... grens? Nee, nee, dan gaat hij op een gegeven moment natuurlijk zelf ook wel zeggen van... Hé, hey, luister, nee, even slim zijn. Nu mag jij hem. Maar, maar, maar hij, hij moet het gewoon. Hij moet erover heen, want hij heeft het nodig. Dat heeft hij nu al gezegd. Hè? Hij heeft na de wedstrijd in de kleedkamer gezegd... Nu is het tijd voor iemand anders. Iemand anders mag deze penalty de volgende keer nemen. Ja, ik, ik, hij denk, heeft ik ben met jou eens. Hij, heeft zelf, op hij op moet eet. zelf vertrouwen genoeg hebben met zijn, met zijn trap. En, maar goed, als hij er zelf achter staat, van ik, ik doe het niet meer, ja, dat is ook prima. Kijk, volgens mij ligt het bij hem niet aan het vertrouwen, maar hij ligt, hij, het is ook al een teamplayer. Het is meer in de zin van oké, okay, ik heb nu twee keer mijn kans gehad, ik heb hem twee keer gemist. Het ligt niet aan mijn vertrouwen, want ik zou hem de volgende keer best wel weer uh, 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 pakken. En misschien wel erin schieten. Maar nu is iemand anders aan de beurt. Dat zie je het hem ook alweer. Ik zou uh, uh, als ik uh, als ik. Was zelf weer achter die Maar deze was staan. ook nog wel, weet je, je moet, dat is credits aan de keeper. De keeper pak hem echt gewoon goed. Zeker. He, dit vond ik echt niet slecht ingeschoten straks op die andere. Dat was wat minder. Ah, goed, uh, weet je, aan de andere kant, een minuut later ligt hij wel binnen, ja. Dat was ook team. Uh, je, je scoort daaruit uit die aanval, dus. Uh, Snel vergeten. Hij zei na afloop. Uh, ik ging iets te veel in het hoofd van, uh, van de keeper kruipen. Uh, hij had al een hoek in zijn hoofd, maar toch ging hij iets te veel in het hoofd van de keeper kruipen. Oh, ja, dan, dan, je, krijg, uh, in, dan krijg, krijg je dat. Die keeper weet er niet waar hij misschien schiet. Nee, nou ja, goed, misschien. Het is gewoon spelletje uh, toch. Misschien denkt hij uh, van, oh, die duikt misschien vaak in die hoek, bij wijze van spreken. Ja, ja dan moet je hem toch dan. in het midden schieten. Kan die kan niet duiken wat hij wil. Ja. ja, ja. Moet de keeper niet blijven staan. Maar dat doet deze niet hoor. Deze is veel te lang. <laughs> ja, maar dat zijn altijd. Weet je, uh, het is altijd 50-50. En, en de keeper heeft een vaste hoek. En, en een goede hoek. En, 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 en een specialist heeft dat in het principe ook. Ik vind wel de eerste wedstrijd, oefwedstrijd tegen Groningen. Ja. Dat was, toen hij terugkwam, ja. schoot hij hem rechts. Toen schoot hij hem links. Dat hij hem miste. En nu schoot hij hem weer rechts. Dus Mark was wel een beetje zoekende. Dat zag je wel een beetje. Het was niet dat hij een vaste hoek heeft. Nee. Dat blijkt wel inderdaad. Ja. Nou, hij heeft gewoon pech dat de keeper hem twee keer pakt. Ja. ja. Nou ja, volgende keer beter. Uh, lekker gewoon weer nemen, Mark. Ook al heb je je teamgenoten nu beloofd dat iemand de hem anders hem, uh, mag nemen. Advies van René en mij. En uh, misschien ook van Reel. Wat goed voelt. Wat goed voelt. Ja. ja. Gewoon Ballotelli halen. Hè? Ja. <laughs> en de penalties laten nemen. En de penalties ja. laten nemen. Hé, hey, um... De wedstrijd, je zei het al, uh, daarna valt hij wel. Uh, schot van, uh, van Diemens op de keeper uh, wordt gekeerd. Pol staat mooi op de juiste plek. Die ramt hem binnen. Is denk ik ook wel lekker voor Pol. Hè? Een speler die uh, ja, toch basis in, basis uit. Uh, ja. Eerste linksback, tweede linksback, derde linksback. Je wordt ook heen en weer geslingerd met het vertrouwen. Um, ja, maar ook dat, weet je, en, en, en je moet het ook zelf verdienen. Ja. Hè, je moet ook iets uitstralen en, en op het veld neerleggen wat je kan. En als het ondermaats is, ja, dan weet je dat, het eventueel, dat je eventueel gewisseld kan worden. Want dat is ook het niveau waar je op speelt. Anders moet je bij de amateurs gaan spelen. Nou ja, goed. Ik snap wel dat je wat vastigheid wil en dat je wat, wat van zelfvertrouwen blijft uh, groeien... Als je, naarmate je blijft staan. Alleen, het, was gewoon, ja, het was wel heel erg zoeken aan die kant. Want daar kwam wel vaak het gevaar weg. Nou, nu is Nieling er ook weer wat bij. Je ziet dat Pauls. Uh, Aardig kwaliteiten heeft. Je hebt die heeft erbij. Dus die linkerkant die is nu wel aardig gedekt. Er stond natuurlijk een hele andere kant. Balak ja. balk heeft daar wel gestaan. Uh, nou, wie heeft wel niet middenvelder gestaan? Uh, Su uh, ja, Soeren, Rulke. Uh, Verder de Jong heeft er wel eens een link aan de linkerkant gestaan. Nou, link Centraal heeft ook wel uh, Smand, zijn volgens mij mee ja. begonnen. Kassas heeft er gestaan, Nieling ja, heeft er gestaan. Denk... Dus noem maar op. Dus er komt nu een beetje balans... en er komt een beetje duidelijkheid van... nou oké, okay, weet je, vaste posities. En dat is ook wel fijn voor hem en... Ja goed, hij zal ook nog wel eens een tegenstander eh, tegen hem overkrijgen die, die hem compleet van de wereld speelt. He, dat, dat kan. Ja. Nou ja, dan zullen ze moeten helpen. En dat, dat, daar zullen het elftal zullen nou stappen in moeten gaan maken. Ja, hij speelde goed hoor. Ook, hij kwam ook veel verder mee op. En dat is natuurlijk ook wat ze bij Cambu willen zien. Uh, mits er ook ruimte voor is nou, natuurlijk. Maar dat heeft ook te maken met degene die voor je staat. He, want als Paulus en, en Diemus ook lekker in de wedstrijd zitten, dat geeft je automatisch vertrouwen van oké, okay, nu kan ik wel gaan. Maar als jouw linksbuiten continu de bal verliest of die is niet speelbaar, dan denk je ook ja, weet je, als ik er nu overheen ga gaan we verliezen, dan, dan ben ik... In de omschakeling ben ik gezien. Ja, ja. Nou ja, goed. Uh, het was een, in ieder geval een hele goede eerste helft. Uh, daar lag het niet aan. De tweede helft was wat minder. Uh, was het overwicht in ieder geval wat minder. Ja, VVV ging ook anders spelen. VVV, uh, die gooide er ineens uh, vier, vier nieuwe spelers in. Uh, het werd anders. Wat kwamen erin? Vier? Bomenrooiers. Versche krachten. Ja, ja, ja. Hier waren allemaal twee meter, Vier ah, Dat was niet normaal. <laughs> ja, maar die ene, die, die spits ook die erin kwam. Uh, ik heb hem al eens eerder gezien. Want die viel wel eens eerder in. Toen maakte hij twee goals. Yeah. Toen dacht ik echt, die is kopsterk. Hey. Yeah. En uh, kijk, Doesburg heet die, Papijn Doesburg. En die kwam er nu ook weer in. Nou, dan ben je dan rond de 16. Dan is het wel uh, uitzoeken, hè? want die ballen die pompen ze erin. En op een gegeven moment hadden ze de 3-4, want die centrale verdedigers gingen mee. Ja, dan is het wel lekker dat die keeper even die redding pakt van 1 tegen 1. Yeah. En, en dat heb je dan ook even nodig. Want stel voor, je hebt zo'n goede eerste helft gespeeld. En je yeah. maakt je kansen niet. Af, tweede helft kom je wat onder druk te staan. Je gaat wat minder voetballen, want je pakt wat minder tweede ballen, omdat VVV ook anders gaat spelen. En je komt vijf minuten voor tijd en ze maken 1 een Hoe zit je dan in die bus? Ah, dat is een verschrikkelijk gevoel. Ja. Dus, dus daarom is het ook extra lekker dat je hem nu wel over de streep trekt. ook op een andere manier. Ja, want ik zag ook ineens dat we hadden we wat gele kaartjes gepakt. Ja, ja dat, dus, maar dat was uh, inderdaad wat ze mee hadden genomen uit het vorige duel. Hè? Want FCM was degene die zeven kaarten pakte en uh, nu slechts eentje door dat zich in de nek ja. van zijn tegenstander gaf. Nee, maar goed, dat heeft ook weer met de tegenstander dus, uh, te maken. Nou, ja. Ja, maar we kunnen trouwens ook wel even concluderen of constateren, tussen ook wat, wat kritische dingen die ik net had over het ja. aankoopbeleid. Goeie keeper gehaald, hoor. Ja. Ja, ja. ja, precies. Want, Thijs Jansen. Ja, want nou ja, hij, was natuurlijk, hij kwam in beeld na nou, dat eerste. Kelvin Ratie was het idee dat hij zou komen. Toen kwam, kwam hij in beeld natuurlijk hiervoor al een jaar gekeept. Alleen of nou, je weet niet hoe hij zich dan. In Leeuwarden gaat ontwikkelen. Maar ik maar vind het... echt dat hij in eigenlijk in alle opzichten op de lijn, maar ook met de bal aan de voet, echt een talentvolle keeper. Maar ja, wel, wel wel content mee. Ja, de, ja. En, ja. eens gelijk. En, en, en wat mij bijvoorbeeld bij FC Utrecht opviel, want dat hoor je natuurlijk in volle stadions niet, hè. Uh, dan hoor je niet hoe, hoe een keeper coacht of hoeveel een keeper coach. Maar het viel mij toen in het lege stadion van Jong FC Utrecht op, in de Golgenwaard, dat hij best ook veel coacht. Dus hij is verbaal ook wel aanwezig. Terwijl, als je hem in interviews uh, uh, ziet, uh, dan, dan nou, is het een wat. Beetje bleu. bleu een beetje bleu jongen en dat is niet erg maar het is nee, mooi maar... te zien dat op dat veld uh, is dat wel wat anders. Ja, ik maar, goede keeper wel, ja, uh, goede reddingen één op één. Uh, in mijn tijd, ik de, mijn keeper was een Peter van der Vlag. en die ja. had ook zoiets. Die kwam toen van Veendam. En uh, dat je dacht, jeetje, weet je, één op één. Nou ja, weet je, Peter is er nog. Ja. ja, maar dat is wel fijn voor een verdediging, Zeker, hè ja. en, en dat zie je nu ook. Hij heeft echt een aantal reddingen gehad, één op één, met een reflex. Ja. En ik denk, oké, okay, weet je, er staat wel echt een keeper op goal. En, en Stevens hebben we natuurlijk gehad, vond ik ook een hele goede keeper, maar was net even weer wat anders. Er stond echt wat in de goal. Ja, maar, maar daarna uh, werd het wel kommer en kwellen met Virginia en Ruiter en Van ja, Os. Het is gewoon heel fijn dat je daar gewoon iemand hebt, precies wat je zegt. Er valt een keer een bal tussen, één een op één. Een. Je hebt gewoon een hele goede keeper staan. Ja, maar ook in de lucht. Hè? Ja. Hij is niet bang om te Komen. Nou ja, dan misschien is dat ook weer een beetje jeugd Feyenoord dat hij heeft gehad. Nou, hij Zal heeft een kunnen. jaar bij Graafschap gespeeld. Hij is nog jong. Nou ja, hij ligt drie jaar vast. Dus dat is wel even lekker dat je ook eventjes kan, kan bouwen. Want ja, daar begint het wel mee met een goede keeper. Hoor. Corné, om hier misschien nog even op verder in te gaan. Corné die vraagt welke speler en of spelers van dit huidige Cambuur hebben de potentie om over een paar jaar de transfersom van Milan Smit te overtreffen. Zou Thijs Jansen bijvoorbeeld ja, daar één van zijn? Op basis van wat je nu hebt gezien, vind ik wel, een, wel echt een uh, potentiële eredivisie keeper, om het zo maar even te zeggen. En ja. is het is nog heel vroeg om daar hele spectaculaire dingen aan te koppelen. Maar precies wat René zegt, hij ligt voor een paar hij vast, hij uh, is nu gewoon zijn vlieguur aan het maken vorig jaar ook al bij de graafschap. Als hij zich goed doorontwikkelt, dan is het gewoon echt een, uh, een speler die marktwaarde vertegenwoordigt. Ja, Absoluut. Dat, dat denk ik ook. Ja, Sterke in ja. de opbouw er kan ja. ook inderdaad gewoon. Ja, ik vind wel dat moet hij beter in worden. Hoor. Hij de moet opbouw. beter in opbouw worden. Ja, ja met de pasing van achteruit, nog meer meedoen, zodat het positiespel kan worden gespeeld. Korte pases of lange pases? Nou, gewoon in, vooral in de, positie, in de ja. positie kiezen in de 16 meter dat je meedoet. Dat een spits altijd weet van nou, als ik hem eruit al en ik moet doorjagen dat die, nou ja, Kijk naar de keeper van Emma bijvoorbeeld. Ja. Dat vond ik echt een fenomeen. Ja. In alles. Uh, in openingen, wegleggen. In de in, in durven inspelen ja. In het wachten tot de spits komt. Zodat je nog meer ruimtes maakt. Dus ja, aan de andere kant, ja, een keeper. Wordt eigenlijk nooit verkocht voor heel veel geld. Nee, dat, dat is een kanttekening. Is. Ja. En, en, en ook als je natuurlijk een club in de KKD bent, dan ligt het bedrag over het algemeen dan ook weer wat lager. Maar als het goed is, gaat hij met Kambium mee naar de Eredivisie toch? Ja, wanneer? Nou, binnen drie jaar. Ja, nou, we gaan het. Ja, want uh, laten we daar even over hebben. Een uh, goed bruggetje, René. je verbaast me telkens. Je verbaast me. Hé, want dit was uh, wat Henk ook zei, hè. Uh, afgelopen week. Dit was de duidelijke boodschap die hij uh, afgaf. Uh, ook bij de, bij de Omrop. Hij begon er speciaal in het, uh, in het Nederlands over. Uh, hij schakelde naar het Nederlands om deze boodschap te geven. Hij zei: Van we zijn afgelopen zomer. En dat hebben we aan het begin van deze podcast ook benoemd. We zijn afgelopen zomer met een proces begonnen. Een proces dat twee, drie jaar gaat duren. Met alle, alle geledingen binnen de club hebben hier uh, akkoord over gegeven. Directie, technische staf, uh, et cetera. En. Uh, Eigenlijk was de boodschap. En dan gaan jullie me er nu uitflikkeren. Dat gaan jullie toch niet doen. Waarom was het in het Nederlands? Uh, uh, hij, gaf, <laughs> hij, gaf, uh, uh, hij gaf te kennen. Ik vind dat... het heel prima om altijd je interviews in het Nederlands te doen. of altijd in het Fries. <laughs> Maakt mij niks uit. Maar ik, ik, waarom nu in één keer in het Nederlands? Nou, dat was een bewuste keuze. Hij zei, we, hebben, we hebben het ook al nog gevraagd. En hij zei van ja, ik wilde nu dat de mensen. die bijvoorbeeld normaal niet naar de omroep luisteren. omdat het alleen in Fries is. nu wel daarna gaan luisteren. om deze boodschap te horen. Om te horen dat. Ja, nou ja, wat ik net heb gezegd. Nou, ik had bijna het idee alsof hij uh, rechtstreeks langs Lamboy aan het toespreken was. Nou, hij had het ook uh, aan de directie natuurlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, hij voelde wel dat. Uh, dan kun je er ook gewoon binnenlopen. Uh, Lijkt mij ook. Ja. Wie zegt dat het niet is gebeurd? Nee, uh, misschien nee, wilde hij uh, aan publiek nog ik, even de boodschap versterken. Ik snap het, maar ik vond het ook wel een beetje theatraal. Ja, maar kijk, okay, oké, okay, maar dat is Henk. Ja, nee, maar dat, ja dat kan. Maar ja. Kom op, je kunt, je kunt gewoon. Ja, dit is dat wel, ik vond er wel heel veel theater in zitten, maar oké. Okay. Nou, nou ja, goed. Het was ook heel duidelijk uh, toen wij daar gingen zitten bij het perspraatje. Dat, uh, dat hij dat kwijt wilde. En dat hij zich van tevoren ook had duidelijk had voorgenomen. om dat bericht naar buiten te brengen. Um, en ja, um, het was daar natuurlijk ook deels gericht aan de supporters. Want uh, deze, deze boodschap is natuurlijk al wel verkondigd. Hè, in diverse berichten. Maar misschien was het weer een beetje uh, uh, verwaterd. Uh, maar supporters hebben nu het idee. Hey, het Henk Olé Olé klinkt inmiddels weer. Uh, we hebben een vraag binnengekregen of uh, het contract van Henk... nu alvast niet moet worden verlengd uh, hey, om, om rust in de club te bewaren. Ja, Het zegt wat over het opportunisme in de voetbalwereld. En ik denk ook het opportunisme dat hij wilde aanspreken met deze boodschap. Zo van, hey, uh, ja, het, het, het kan snel gaan. Ik voel mijn positie onder druk staan. Uh, jongens, blijven gewoon achterstaan, weet je wel. Uh, ja, typisch Henk. Ja. Wat moeten we er meer ja, van het zeggen? Hem, het zat hem gewoon heel hoog en heel diep, denk ik. Natuurlijk, en dat en, is ook en logisch. Dat heeft jij... geuit en, uh, nou ja, ik heb toevallig van de week nog met, uh, met van de, Sander van der Heijden even contact gehad. Ja. We waren elkaar tegen. Ja, ja goed, en goed, en hij heeft contact nog wel met Henk. en dat heb ik ook. En uh, weet je, dat zat gewoon diep, want die club, dat gaat hem aan het hart. En, en hij wilde echt alles aan doen om, de, om te gaan presteren. Alleen dat lukt niet. En daar heb je heel veel mensen voor nodig. Daar heb je een directie voor nodig. Daar heb je uh, een staf voor nodig. Daar heb je spelers voor nodig. En je bent er dag en nacht mee bezig. Zeker ja. op het moment nu dat je gewoon één laatste staat. He? En je wilt dingen voor elkaar krijgen en dat lukt niet. En dat heeft ook met kwaliteit te maken op het veld. Uh, je maakt met directie, zoals hij het zegt, duidelijke afspraken. We, hebben, we gaan jeugd uh, we proberen in te passen. We proberen geld te genereren. Maar uh, voetbal, uh, resultaat is altijd leidend. Je kan hartstikke leuk jeugd inpassen, maar als je, net zoals nu, één laatste staat, dan zal niemand dat accepteren. Want Cambuur moet gewoon zo snel mogelijk weer omhoog. En moet gewoon bij de eerste acht eindigen. Dat ben je gewoon in die zin, als clubzijnde, ben je dat verplicht. Mm. Nou zijn er al mensen die zeggen, de eerste acht, dat is helemaal geen ambitie. Ja, weet je, je moet toch ergens gaan beginnen. En dat er nu um, iets meer naar de richting de oudere spelers wordt gekeken, omdat die er meer te bij betrekken. En iets meer los te laten van de jeugd. Ik denk dat iedereen erachter staat, want je moet winnen. He, en hoe je het bent of verkeerd, of je het nou met jeugd doet, of iets meer met ervaren spelen. Je kiest toch altijd je beste elf. Ja. Je gaat toch altijd je beste team, en niet de beste spelers, maar het beste team ga je opstellen. Ja. Want zo ga je presteren. Nou, en daar heb je gewoon, heb je, heeft iedereen, uh, moet achter die club staan. En ik, ik merkte het ook wel in de wedstrijd tegen Emmen. er begon al, van denk je, neem je rotzooi mee. En, en was het was niet de eerste wedstrijd hè? Het sentiment gaat wat omdraaien, maar dat komt gewoon puur en al omdat die club één laatste staat. Ja, en dan ben je snel als hoofdtrainer ben je kop van jut. Dat is niet altijd eerlijk. Want je doet het met elkaar. Je doet het als spelersgroep. Je, het, doet het, weet je, je doet het met elkaar. Het heeft met allerlei facetten te maken. Je maar je bent eindverantwoordelijk. Ja, he? je bent eindverantwoordelijk. Je hebt niks van de directie gehoord van nou ja, die voelde zich nog niet geroepen om even naar buiten te komen van nou ja, we staan achter de trainer, of we staan achter de groep, of we staan achter het beleid. Nou ja, hij heeft zich nu genoodzaakt om daar even wat van te vinden en daar wat van te zeggen. En ik denk dat ik, daarom snap ik hem wel dat hij dat heeft gedaan. En het kan misschien uh, het verkeerde moment zijn, maar je voelde wel dat het gaat. Het, het, het broeit in de stad, hè. In, ja. Ja, in de club. En, ja. en iedereen moet in die zin ja, op zijn manier achter de club staan. En ik ook, ik heb het ook gelezen. Er zijn ook mensen die zeggen: Ja, Henk, die moet eruit. Klaar, het, is, het, het effect is weg. Ja. Ja, en, en dan zeggen wij er wat Ik heb mijn eigen mening daarover. En dan ben je een struisvogel. Ja, ja, weet je, zo gaat dat. Maar mm -hmm. iedereen heeft zijn eigen mening daarover. En de club en de directie, die zullen moeten bepalen: wat is het nu het allerbeste voor de club? Is dat met Henk? Is dat zonder Henk? Is dat met het beleid wat we gaan doen? Waar we hebben afgesproken? Of wijken we er iets van af? Ja. Dat zei ik net tegen jou ook. Je zal maar je spits binnenhalen die je wil hebben. En daar kun je niet van gebruik maken. Ja, ja. Ben je mooi overgeleverd als trainer. Bepaalt wel waar je straks gaat staan, kost je misschien vier plekken op de ranglijst. Hè? En het moet allemaal beter. Dat weten we. Het niveau moet omhoog, het spel moet omhoog. Moeten meer goals maken. Dat is allemaal wel duidelijk. Alleen er komen veel meer facetten bij kijken, denk ik. Ja, dat is ook zeker zo. Nog wel even inhakend op, op die uitspraak van Henk. Hij zegt van ja, ik gooi het op de oudere spelers nu. Maar ja, dat klopt ook niet helemaal. Hè? Dat is niet zo nieuw. Want hij heeft die oudere spelers de afgelopen wedstrijden ook al gebruikt. Uh, die ja, hebben er een, staat gewoon een uh, ander uh, middenveld uh, nu. En weet en, en je, je hebt Mercier en Narti, die zijn nog jong. Je hebt Pauwels, die is jong. Uh, je hebt Cassas er nu even uitgehaald. Dus je doet Malum, Van Mullum, dat zou misschien de enige kunnen zijn. Ja, ja goed, ik, 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 zou, ik vind het niet meer dan logisch. Ik had het niet eens uitgesproken als trainer, denk ik. Want je speelt gewoon, je denkt gewoon, je kiest voor je beste team ja maar ja, dat doe je als ze nou starten, jong of oud zijn ja. Ja, ja toch dat, dat zou mij mijn reet roesten. die moet resultaten halen ja, precies en ik snap al dat dat verlengstukken voor je zijn binnen en buiten het veld et uh, maar goed maar je ziet dus hoe snel iemand uh, op de WIP kan zitten als jij een paar en, en prestaties in het verleden dat, dat telt dan niet meer maar er zijn natuurlijk wel heel veel dingen heel goed gegaan en nu gaat het minder ja dan ga, gaan, dan wordt er gezocht maar uh, dat is toch ook niet heel raar want het, als het alleen al. als het alleen dit seizoen zou zijn Klopt. Ben ik het met je eens. Alleen. Er zit natuurlijk wel twee derde van vorig seizoen ook nog bij. Dus. Ja. In, in De statistieken dat, dat liggen moet, ook niet. Nee, nee dus, dus dat. Uh... Dat zit, dat zit er ook nog op in, want we kunnen heel makkelijk, dat hebben we ook twee weken geleden benoemd, je had nu ook vier of zes punten meer kunnen hebben, dat je nu zesde, zevende, vijfde gestaan ja. had. De... Ja, waar was dan, waar, hoe, hoe was dan het geluid Nee, maar dat hebben we toen ook benoemd. Ja. Maar het punt is, als het achterblijft dit seizoen, en het is eigenlijk al een jaar lang dat het achterblijft bij wat je als club wel mag verwachten, um, dan is het ook logisch dat dat, dat soort ja, geluiden er ontstaan. Absoluut. Ja. En daarom ja. is ook onze club zo mooi, want ja, het leeft. En dat merk je dan wel weer. En het kan heel negatief zijn. Maar ja, goed, weet je, dat is ook aan de andere kant. Dat is kambuur. Hè? En uh, als het niet leeft, als je niks hoort, ja, dan, dan is de club ook niet wie we zijn. Ja. Hè? Dus er moet ook wel wat gebeuren. En, en dit vuurtje is even aangewakkerd. Ik ben ontzettend blij voor iedereen uh, dat we gewonnen hebben. Dat is het allerbelangrijkste. En, en hopelijk kunnen we het nu doortrekken. Want anders zijn we waarschijnlijk volgende week weer in hetzelfde verhaal. Ja, waar die wedstrijd tegen FCM nog zo, uh, zo vrij uitzichtloos was. en weinig aanknopingspunten bood. was de wedstrijd tegen VVV. Uh, nou ja, vrijwel uh, weer het andere uiterste. Ja, je staat niet helemaal met mij trouwens. Ik maar... heb snel mijn hoofd volgens mij 10 punten achter nummer 1. Ja. En, en Helmersport en de Bos gaan daar echt niet blijven staan. Hè? Dus je hebt ook eventjes wedst slechte wedstrijden nodig om te winnen. En dan krijg je op een gegeven moment een beetje een flow. Dan kom je in, 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 in een bepaald ritme. Ja, weet je, dan kan het zomaar zijn dat je het wel kan omdraaien. Ja, maar we gaan, we gaan nu dus inderdaad weer afwachten. We zeiden het ook na de wedstrijd tegen Jong-FC Utrecht. Wat is deze zegen nou weer waard geweest? Hè? Kijk, want de rust is nu enigszins misschien weer wedergekeerd. Kunnen we misschien wel zeggen. Ja, maar dat zou ik niet, dat, zo zou ik het niet zien. Want ik zou nu juist zoveel gas geven deze komende anderhalf, twee weken. Richting Volendam. Want als je nu weer verliest. Ja, wat je zegt, dan val je weer terug. Maar Precies. je moet nu elkaar allemaal zo een schop onder een reet geven. Van Hé, luister, dit is wat we willen zien, de eerste helft. We moeten het doorbouwen en we moeten nog harder trainen. We moeten beter trainen, nog beter voor elkaar hebben. Volendam is gewoon een directe concurrent. Zowel nu, maar straks ook aan het einde van de ranglijst. Totaal ander helftal en met, met, met echt alleen maar namen. Ja, weet je, er moet wel wat gebeuren. En, en weet je, dat stadion dat gaat er echt wel weer achter staan. Maar, maar, kijk, maar rust en onrust is totaal niet belangrijk. Nee. Het gaat er alleen maar om dat deze wedstrijd een gevolg krijgt in een positieve ontwikkeling en een positief resultaat de volgende wedstrijd die je speelt. En dan kan Pieter wat van vinden, dan kan Klaas wat van vinden, dan kan iedereen zijn mening erover geven, of dat nou is in een podcast, in een krant, op televisie. Maar als jij gewoon je team ontwikkelt, Presteren. spelers doen het goed, er ontstaat een positieve sfeer en je wint wedstrijden. Dat is het gewoon. En dan Exactement. rust en onrust is eigenlijk gewoon, ja, dat, dat is gewoon gebakken lucht natuurlijk. Ja, want als jij wint, als je kampioen wordt uh, bij een ongeslagen, dan vindt iemand er misschien toch nog wel weer wat van. Weet je wel, dan had het misschien nog beter gedaan. Nee, ja. ja. Dat zie je toch bij PSV vorig jaar. Die heeft volgens mij één keer verloren, ja. nog nooit zoveel punten gehaald. Ja, nee, maar die wedstrijd, en ze hadden die wedstrijd laten ze weer. Als je 3-0 wint, moet 6-0 zijn. Ja. Ja, weet je, ja. Zo, zo, dat is de voetballerij. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, wat, wat Reon zegt, is echt, dat klopt helemaal. Je moet je team wel ontwikkelen, maar dan heb je elkaar voor nodig. En dat begint en valt en staat met kwaliteit. Precies, en het is natuurlijk niet zo uh, dat één winstpotje met een hele goede helft uh, direct uh, de mening of de, de zienswijze van een clubleiding gaat veranderen. Als je kijkt naar ja. de langere termijn, namelijk. Dus, uh, nou, maar daar moet je dus ook nu als groep, hè, want je merkte echt wel dat er ook een stukje ontlading bij kwam bij de groep. Dit moet je zoveel energie geven richting om naar Volendam en naar Eindhoven. Als je die twee nou wel positief en omdraait. En ook al zal het voetbal misschien iets minder wezen, maar je wint in ieder geval ja Dan sta je er al heel anders bij. En dan heel belangrijk is wat René benoemt. Die koplopers in die KKD. Die zijn uiteindelijk zo zwak. Die gaan zo ver terugvallen. Je had vorig jaartje Willem II en Groningen. Ja. Kijk, Groningen had wel even een aanloop nodig. Maar Willem II zat er eigenlijk het hele seizoen met kop en schouders bovenuit. Ja. Roda had dat ook. Je had eigenlijk gewoon drie ploegen. Die Roda waren, was de allerbeste. Ja, die waren eigenlijk veel te sterk voor de rest. Dit seizoen heb je... Ik zie niemand die er echt vijf punten bij weg gaat lopen. Je zou zomaar kunnen hebben dat je aan 70 punten genoeg hebt om direct te promoveren. Dus het gekke is, je bent ontzettend slecht gestart in punten. Uh, maar uh, tegelijkertijd wat René nee zegt, als je nu Helmond Sport bovenaan hebt staan. Je hebt Ten bovenaan staan. En dan wil ik niet geringschattend doen tegen die ploegen. Maar die gaan dit niet volhouden. Dus waar Cambuur nu vier of zes punten te weinig heeft, hebben zij er zonder ze tekort te willen doen, vier of zes punten te veel. Ja. Maar er is wel eens een uitgelezen kans om een seizoen waarin je gewoon begroet bent, uh, bent gestart... behoorlijk nog wat te gaan compenseren. Maar, met de, daarbij de kanttekening, dan moet je dat nu ook al echt gaan doen. En dan moet je wat eigenlijk, wat we benoemden, na Utrecht, dat als spring, oh, jong Utrecht als springplank nemen. Dan moet dit nu echt die springplank worden, waardoor je nu echt gaat aanhaken... en een beetje momentum gaat bouwen, goed gevoel gaat opbouwen. Ja, de, en de boel positief in ontwikkeling krijgt. En dan kun je zomaar in de winterstop erbij staan... dat je denkt van nou, ja. dat waren twee hele, hele, hele zure maanden aan het begin... Maar er is eigenlijk niet zo heel gek veel aan de hand. Maar ja, ja, dan, moet voor, dat wel eventjes, ja dan moet dat wel eventjes gaan gebeuren. Ja, Vorig jaar had je Roda, hij was echt tot en met wedstrijd 30. Hij ja, was, was fantastisch. Was echt het, ook hier, de Elftal was een van de betere voetballen aan de Elftal die ja, ik ja, heb zeker. gezien. Ja, ja. Heb, je later, kregen, heb je die laatste vijf wedstrijden gezien? Ja. Nou, er, was er is next. nog nooit zoveel gezeik geweest. Je mist daarna de, de, de promotie gelijk in de eerste wedstrijd, word je eruit geknikkerd. Dus voor mij kan je het beter uh, op deze manier hebben dan andersom. Uh, uh, zeker zo, maar uh, 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 zet de lijn voort zou ik zeggen uh, het is wat dat betreft denk ik voor een ploeg zijnde die eindelijk weer eens zo'n uh, zo wedstrijd speelt waarin het lekker gaat in ieder geval één volle helft is het denk ik jammer dat je een interland weekend ertussen hebt, want eigenlijk wil je direct door aan de andere kant kun je het misschien ook anders bekijken. Je hebt nu tijd om extra de boel op, orde, de, 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 de orde op zaken te stellen, zeg maar. En twee weken spits op te trainen. Ja, precies. <laughs> ja, dat is ook wel een voordeel, hè? Nee, dat is ja, ook wel ja. een voordeel. Of een rentje aan te trekken. Ja, ja, ja maar al half staat weer op de bank. En, en het moet allemaal wat breder. En nou ja, wat ik zei, valt dan staat met kwaliteit of je... Of je het beschikbaar hebt of niet. Ja. Laatste onderwerp van vandaag, uh, heren. Uh, we gaan het hebben over het interview uh, met uh, Ipe Smit. De erevoorzitter die zich uh, onlangs in deze krant. Uh, in de Lubberde Krant uitsprak over, uh, over zijn clubje... Waar hij nog altijd uh, verwend uh, liefhebber van, van is. Jij, jij zei het net al. Uh, daar doelde jij in ieder geval uh, op. Hè? Uh, mensen uh, zeggen dat uh, de doelstelling. Uh, top 8 niet goed genoeg is. Nou, dat zei hij inderdaad. De top 8 vind ik een ambitie van niks. Reon. Uh, wat, voor, uh, wat zijn de interessante dingen die eruit zijn te halen uit het interview? Nou, Waaronder die uitspraak natuurlijk. Heel veel dingen. Maar precies in die uitspraak zit het spanningsveld... waar je nu als club in terechtkomt. Met het nieuwe stadion... waarin je uh, nou, laten we zeggen, een nieuw hoofdstuk van de geschiedenis wil beginnen. Je wil groeien commercieel. Je wil groeien sportief. En in dat opzicht wil je dat koppelen aan positieve uh, resultaten. Want dat alles blijkt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een pek Zwolle... dat natuurlijk een jaar of vijftien geleden dat nieuwe stadion heeft geopend. Als jij een nieuw stadion Combineert met sportieve, aansprekende resultaten, dan kun je als club enorm in de groei komen. Zeker. Tegelijkertijd, uh, en dat vond ik op zich, er zit een wat in, in wat IP uh, Smit zegt. Uh, ik snap hem, wat hij zegt, die top 8 is een ambitie van niks. Ik vind zelf ook top 5 mag ook wel met deze selectie. Zeker. Club als kan Aan de andere kant benoemt hij ook heel duidelijk, ja, de club heeft hogere vaste lasten. Uh, dan ze eigenlijk wilden aangaan. Je hebt een selectie met op een aantal plekken, ook in de backups, ja, spelers met. Bijzonder weinig ervaring. Je hebt een selectie met wat we net benoemden, maar één spits. Ik denk dat als het een ploeg is, een elftal is, dat je gewoon helemaal fit houdt en dat je daar 34, nou ja, meer wedstrijden mee kunt spelen, dan is het een ploeg die heel hoog kan eindigen. Tegelijkertijd, als jij nu al na deze fase van de competitie moet concluderen: we hebben nu de komende tijd geen spits. Nee. We hebben een aantal posities in ons elftal heel erg zwak bezet. Dan geeft het ook aan dat het ja, dermate wankel is dat je ook wat kan terugvallen. Dus ja. Ik snap wat hij zegt. Bij een positief, of bij een nieuw stadion, bij een nieuw deel van de geschiedenis hoort een ambitieus verhaal. Tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat uh, zeker een trainer daar wat voorzichtiger in is. Maar mm -hmm. uh, nou ja, Het is het spanningsveld waar een club in terecht komt. Want je wil nu naar die eredivisie toe, wat altijd een beetje toekomstbeeld is geweest in een nieuw stadion, kunnen wij vast te bespelen Stabiele, worden. Van, frisse middenmotor worden. Ja, En ja, en dan sta je dan nu in de middenmotor van de KKD. En dat wringt uh, dat dan enorm. Maar, ja. en, en wat ik. Uh, maar wat ik het. Uh, meest boeiende eigenlijk vond aan het interview met, uh, met IP Smit is uh, de dingen die hij aangeeft over uh, hoe het financieel geregeld is. De lasten. Uh, ja, de, de, lasten de lasten en, en de leningen. Uh, vond ik een aantal hele interessante punten dat, uh, die hij heeft gemaakt. Want uh, het stadion is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door leningen van, uh, van de gemeente en van, uh, van Pieter Kooi. Nou, over de lening van de gemeente geeft hij heel terecht aan. Inderdaad, ja, dat, dat is gewoon een fors bedrag dat voor 30 jaar uh, uitgesmeerd betaald moet worden. Maar er zitten dingen in, en dat klopt inderdaad. Ja, die zijn over 15 jaar over datum. Wat ga je dan over 15 jaar doen? Nou, dat, kan, dat klinkt misschien voor een supporter. die gewoon van wedstrijd tot wedstrijd leeft. Van, ja, totaal niet interessant. Dat zien we over 15 jaar wel. Ja. Maar dat is wel echt een wezenlijk ding. Het en Het gaat wat, wel je clubje aan. Hè? Ja, en wat ik ook heel wezenlijk vind en heel interessant. Pieter Kooi heeft het stadion mede mogelijk gemaakt. Uh, tegelijkertijd, en dan ga ik een beetje af op wat hij uh, in de, in de spotcast heeft gezegd. ook een aantal weken geleden. zit hij uh, aan tafel met de directie uh, om, om koers te bepalen, om mede koers te bepalen. En. Nou, Daar zegt Iper Smit wat, wat, wat kritische dingen over. En ik kan het wel volgen. Want als ik, naar de, als ik een huis wil kopen en ik ga naar de bank. Uh, als ik dan elke maand netjes mijn, mijn, mijn hypotheek betaal. Dan krijg ik daarna van die bank nooit wat te horen. Dan zegt die bank niet tegen mij. Nou, ik wil dat jij uh, je keuken zo inricht. Of ik wil dat jij je tuin zo aanlegt. Maar als je bekijkt wat er bij Cambuur gebeurt. En als je kijkt hoe nou, Pieter Kooi zich positioneert ten opzichte van de club. Dat hij aan tafel wil bepalen. Van nou ja, aan tafel wil zitten. Van nou, we het zo doen. We zullen het zo doen. Er ontstaat er wel een, ja, een spanningsveld... wat op de lange termijn wel interessant is om te volgen. Ja, zeker, uh, van, ja. Want hij heeft veel geld zitten in die club. Hij, hij zit aan kavel met de directie. Uh, ja, hoe gaat dat op lange termijn? En hoe wenselijk is dat? Je creëert een afhankelijkheidsrelatie ook. Hè? Ja, ja, dus dat vond ik wel, wel terechte, terechte kritiek daarop van, 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 van Ieper Smit. Ieper zegt uh, dat Kooi het stadion mede mogelijk gemaakt heeft... is heel belangrijk, maar ik vind het niet allemaal positief. En daarmee doelt hij inderdaad op wat jij nu zegt. Ja. Het stukje afhankelijkheid uh, eventueel... Het feit dat iemand geld investeert in de club, uh, niet formeel maar informeel, dus kennelijk wel aan tafel komt te zitten om dingen te bepalen. Althans, zo, zo zegt hij het zelf. Hè? Mm -hmm. Misschien het goede wil. En met tegelijkertijd, kijk, er is nu op dit moment, hij heeft uh, certificaat gekocht. Prima. Hij heeft stadionnaamgeving gedaan. Uh, top. Hij heeft het stadion afbouwen mede mogelijk gemaakt. Zonder hem was het niet gebeurd. Dat is allemaal positief. Dat is uh, prijzenswaardig. Alleen de situatie die nu ontstaat en die Iep Smit, denk ik, terecht aankaart, is. Hoe ga je je vervolgens verhouden als club en als directie tot iemand die zo cruciaal is in financieel opzicht voor je en waarbij je dus uh, leningen hebt uitstaan? En dat is een vraag gewoon voor de korte en lange termijn, wel kambu, die denk ik wel door de jaren heen blijft terugkomen. Want ja. hij blijft een belangrijke speler, hij, hij stelt zichzelf ook op in relatie tot de club, ik wil erbij betrokken zijn. Ja, en op welke manier zich dat tot elkaar gaat verhouden, daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Ja, ja, en hij, hij, hij is op zoek naar. Uh, Pieter Kooi dan is op zoek naar, naar sponsoren voor de club. Hè? Mm. Uh, zijn partner uh, uh, uitte zich daarover in. Roed uh, ja Die heeft er in de telegraaf iets de Destijds over gezegd. Ja, ja. Dat vond Ipe dan ook niet zo smit. Uh, <laughs> dat vond Ipe smit ook niet zo. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, nou, niet zo, zo net netjes naar, uh, naar de huidige hoofdsponsor. Ja, en hoe dat precies zit, dat, dat weet ik niet. Dat heeft in de Telegraaf gestaan destijds. En Ieppe Smit zegt er nu het over. Maar het is gewoon interessant om te ja. zien. Uh, kijk, dat sali wat er nu staat, is door Pieter Kooi mede mogelijk gemaakt. Uh, alleen, hoe gaat die verhouding zich verder ontwikkelen? Nou, daar, ben ik, uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, precies. En in hoeverre gaat dat ook ten koste van uh, op de lange termijn van eventuele sportieve prestaties en wensen? Inderdaad. Ja, dat, dat weet ik niet. Ja. Dat gaan we zien. Ja. ja, het was in ieder geval een interessant gesprek met, met Ieper. Die uh, overigens uh, de komende maanden uh, elders uh, vertoeft dan in, uh, in uh, Nederland. Hè? Ja, nou ja, wij, wij benaderen hem volgens mij drie weken geleden. Uh, eigenlijk in het licht van uh, nou, het stadion is geopend. Hij heeft natuurlijk dat stadion, uh, die plannen die zijn naar uh, 2012, 2013 toen voor het eerst ontvouwd voor de gemeente. Dat was van zijn kindje, uh, dat stadion. Uh, dus nou ja, ons idee was van ja uh, dat stadion staat er nu. Eigenlijk gewoon wel benieuwd hoe uh, de geestelijk vader van het stadion tegen het stadion uh, daadwerkelijk aankijkt. Nou, toen zei hij, ja, dat interview kunnen we wel doen, maar dan moeten we wel een beetje tempo bij gaan maken. Want hij gaat, uh, hij gaat volgens mij uh, volgende week op, uh, op wereldreis of op, uh, op een half jaar gaat hij van Noord naar Zuid-Amerika. Uh, Zuid dus ja. Uh, nou ja, uh, veel plezier daarbij. Ja, Bijzonder avontuur. Ja. Maar zijn, zijn liefde voor Koubuur is wel dermate groot dat hij een. Uh, een VPN-abonnement heeft aangeschaft zodat hij daar uh, voor honderden euro's uh, de streams van uh, zijn geliefde Kambu kan bekijken. Hè? Dat zegt ook alweer wat over de, de band met de club, die misschien een aantal jaar geleden ook wel vertroebeld leek. Nadat hij. Maar uh, leek, dat was toen Was gewoon zo. Vertroebeld. Ja, ja, dat, uh, ja, zeker. Daar kunnen ja. we duidelijk over zijn. Uh, ja. ja. Hey, heren, hartelijk dank. Ik denk dat we alles weer, uh, weer netjes hebben behandeld. Hè? Uh, zo goed als mogelijk. Of uh, hebben jullie nog uh, iets uh, wat verder de tafel komt? Nou, nee, joh. Nee. Mario Balotelli. Mario Balotelli. Bel, bel hem op. Ik wil eigenlijk dat gesprek... dat uh, Henk de Jong Mario Balotelli opbelt... en hem warm probeert te maken... voor een uh, driekwart jaar in het Kooistadion... Daar zou, uh, zou ik goud van geven om daarbij te zijn. Ik ook, ja. ja. ja, ja, ja ik ja. zal eens even maar vragen of dat we een gesprek hebben. in het Nederlands, Fries en Engels door elkaar hebben. Ja. Ja, Fantastisch <laughs> toch? Fantastisch. Dat zenden we dan gewoon in één ja. keer uit, zeg maar, als extra ja. aflevering van deze podcast. Ja. Ja, ik ja. denk ja. dat die dan om is. Ja, ik ja. denk het ook. Is ja. ook wel een soort hè? Ma Mario Balotelli. Nee, nee, nee. <laughs> nee, deze heeft niet grote schouders. Nee? Ja. Ik zal je dat nog een keer uitleggen. Ja, is goed. Oké, okay, gaan we doen. Behouden we voor een uh, volgende keer. Uh, Bel die man, Mario Balotelli. Mario Balotelli. Hij komt naar Leeuwarden. Hey, hartelijk dank heren. En uh, tot de volgende week. Dan zijn we er weer maandag met een podcast waarin we gaan vooruitblikken op de wedstrijd tegen Volendam. Tot dan! Dit was Het Hertenkamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.